Mijn manier van tekenen is meestal niet realistisch, maar goed genoeg dat je kan zien wie het is. Beetje karikatuurachtig, maar dan ook weer niet. Ik beschreef mezelf altijd als een creatief, spontaan persoon. Overal en nergens altijd is. Mijn lievelingsvoorbeelden zijn eentje waar een persoon die ik heb getekend niet weet wat die moet zeggen. Ze zijn gewoon zo verrast dat ze gewoon niet weten hoe ze moeten reageren. Dat vind ik gewoon wel om te zien. Dat geeft me gewoon een heel erg goede kick. Ik woonde natuurlijk altijd op groepen vroeger. Mijn ouders konden niet de juiste structuur van me geven. Daarom moest ik naar de groepen. Mijn ervaring was gewoon altijd chaotisch. ik vond er niks aan. Ik deed liever mijn eigen ding. En nu ben ik hier in Milburg. Dit is een zelfstandig begeleid. Ik heb minder met anderen te maken. Wat ik altijd wou. Dit is gewoon mijn droomwoning eigenlijk. Gewoon werken is gewoon mentaal te veel voor mij. Ook al is het in mijn interesses, het is gewoon moeilijk voor mij om dat in een hele dag gewoon te doen. Omdat het te repetitief is meestal. Omdat ik dan een beetje overloaded word met taken. Dan te veel stress geef van, oké, nu moet ik dit wel goed doen en zo. En dat lukt voor mij gewoon, maakt het gewoon moeilijk voor mij mentaal. In muziekcentrum, wie daar werkt, kennen mij wel, ja. Het is gewoon altijd wel gezellig. Af en toe wel een beetje grappen maken en zo. Ik hou gewoon altijd van gezelligheid en contact. En ik heb altijd wel wat te vertellen. Dus jij op een deur dan leert de café-eigenaar of winkel-eigenaar je gewoon op een deur kennen. Zelf, wat ik zelf schrijf, lijkt een beetje op alternative indie folk. En wel een beetje mijn eigen draaier aan. School was voor mij altijd wel lastig, vooral in de latere jaren. Terwijl ik het wel graag wel. Het was gewoon een moeilijkere periode voor mij eigenlijk. De laatste school waar ik op zat was eentje niet gespecialiseerd in autisme. En dus de leraar wist niet hoe ze met mij om moest gaan. Ik wist niet hoe de leraar om moest gaan. Dus uiteindelijk werd ik verwijderd. Had ik sindsdien geen school. Dat was rond mijn 16e. Als ik over nadenk, het was nooit echt goed voor mij geweest zelf. Ja, ik was gewoon te veel voor mij. Ja, dan is het voor mij niet handig. Ik ben geboren met autisme en ADHD en zo. Voor mij was het nooit echt een negatief iets. In mijn mening, het maakte zoals ik, hoe ik ben. Ik ben dan daardoor misschien wel anders dan anders, maar ik vind dat gewoon fijn. Het is wie ik ben. Ondanks dat kan ik heel veel. Ik teken heel veel. Ik maak muziek. En die dingen heb ik allemaal nooit les voor gehad. Allemaal zelf gewoon aangeleerd. Alleen door erop te focussen en een doel zetten. En ja, en ik vind dat iedereen dat eigenlijk gewoon zou kunnen doen. Duizendpoot zouden we wel kunnen zeggen. Die Middelburg toch wel een stukje mooier maakt. Zichzelf. Het is gewoon zichzelf. Ook gewoon een hele goede, geweldige kerel. Maar ook een muzikant. Ook enorm aan het groeien is. Ik vind wel dat ik een passie voor heb, ja. Want anders had ik er niet jaren volgehouden. Omdat ik het gewoon altijd leuk vind om te doen. En ook wanneer ik het geen inspiratie heb, dat irriteert mij dan. Zo merk ik ook wel dat ik de passie voor heb, want dan wil ik gewoon inspiratie hebben.
ik altijd zo ver ook ben eigenlijk. Want de wereld is af en toe vervelend. Probeer altijd wel positief te houden, want voor mij hoeft niet alles zo gloomy te zijn. Zelf weet ik niet waarom ik zo ben. Ik zeg altijd, zo ben ik gewoon. Ik ben gewoon wie ik ben. Als je iets leuk lijkt, dan zou ik het zeker weten gewoon blijven doen. Bijvoorbeeld, het maakt niet uit wat het is als je iets gewoon wil leren. Leer het gewoon. Want als je bijvoorbeeld iets leuk lijkt, dan zou ik het niet doen. Maar als het je iets is dat je wel leuk vindt en je blijft leuk vinden, dan zou ik zelf niet mee stoppen als ik jou was. En wat dan ook anderen zeggen.